ministers zeggen, kijk, we hebben heel lang onze hand opgehouden voor hulp. En daar zijn we ook blij mee, dat we die gekregen hebben. En die hadden we nodig, en die hebben we ook nog wel een beetje nodig. Maar we willen op eigen benen staan. Dus we willen dat u niet alleen maar hulp brengt. We willen, dat zeggen ze gewoon letterlijk, de volgende keer moeten we gewoon met investeerders komen. Nederlandse bedrijven die hier zaken willen doen, die hier banen willen creëren. En het is als individuele ondernemers, ik als MKB'er, echt moeilijk om helemaal tot diep in die keten, want vaak heeft je leverancier weer een leverancier en die heeft weer een andere aannemer, om goed grip te hebben op, is daar nou geen kinderarbeid? Worden er wel fatsoenlijke salarissen betaald? Zo'n bedrijf heeft dan vaak de hulp van een NGO nodig die dan die boeren bij elkaar brengt, een coöperatie vormt, zorgt dat ze ook een beetje onderhandelingsmacht krijgen, dat ze goede prijzen vragen. Als je economische ontwikkeling kunt bevorderen op een manier dat iedereen daarvan mee kan profiteren, dan is dat eigenlijk het beste wat je voor een land kunt doen.